Nou, goedemiddag weer, kijkers van S. We hebben ondertussen vanochtend al de grote prins geïnterviewd. Nu zijn we bij drie vrouwelijke hoogheden van de kwakbollekes, de kleine okkervorsen. Ik stel voor dat jullie jezelf eerst even voorstellen. En dan beginnen we uiteraard met de prinses, dan de adjudant en dan uiteindelijk de ceremoniemeester. Prinses, wie ben jij? Ik ben Rosalijn. En je bent op dit moment op 8, 12 jaar oud? Ja. En je kabels in een carnaval? Ja. Goed zo. Dan hebben we de adjudante. Hinke van Brunschot. Hinke van Brunschot. En jij bent bekend van jouw vader, tenminste die kent iedereen. Alex van Brunschot. Alex van Brunschot, die kent hem niet. Nou, als laatste, ik wil even een hele oude meneer in S noemen, Toontje van S. De derde, de ceremoniemeester, is daar de kleindochter van. Jouw naam is? Kira. Kira van S, kijk. Goed, jullie zijn op het 11-11-bal verkozen tot de drie hoogheden van het kindercarnaval, zeg maar. Wat is jullie slogan? Wat is jullie carnavalszin, jullie carnavalsleus? Niet mekkeren, niet mouwen, we gaan een feestje bouwen. Nou geweldig, dat moet zeker goed komen, schat ik zo. Goed, het carnaval nadert, hè? Het komt steeds dichterbij, nog een kleine maand of een maandje volgens mij. Maar voor het carnaval, één week daarvoor, is iets heel belangrijks, tenminste, wat al heel lang heel leuk is, ook in mijn tijd was het al heel erg leuk, dat is het KKF. Kun je daar iets meer van vertellen? Dan vraag ik het aan de prinses. KKF is een Keiner Cupcus Festival en dat is van dit jaar in Bokkendonk. En dan doe je eigenlijk een lied of een dans met je dorp. En dan kun je daar prijzen mee winnen. Kijk, dan kun je prijzen winnen. En een kinderop. En een optocht. En een optocht. En ik begreep dat de optocht binnen is dit jaar, hè? Dat weet ik niet. Begreep ik. Het kan goed zo niet zo zijn, maar Bokkendonk, even voor de kijkers thuis. Bokkendonk is in Sint-Nieuws-Gestel. Dus mocht je zin hebben, kom kijken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg maar. Even kijken. Ik weet van het KKR als afsluiten dat S het normaal altijd heel goed doet. Tenminste, wij zijn eerste geworden vroeger. Dat praat ik al over 18 jaar geleden. Dus we gaan er dit jaar weer voor de eerste prijs. Nou, kom kijken zou ik zeggen. En dan zullen we zien wie er eerste wordt. Wij natuurlijk. Juist. Een beetje zelfvertrouwen mag je hebben. We gaan door naar de carnaval. Dan is er nog één week slecht slapen, verwacht ik zo. We zijn allemaal zenuwachtig natuurlijk, allemaal zenuwen. Dan komt carnaval eraan. We beginnen officieel op zaterdag, maar adjudante Hinke, wat is er op de vrijdag te doen op school? Dan gaan we met de school een carnaval vieren en zo. Op school carnaval vieren, dus dat is eigenlijk heel groep, de peuterspeelzaal tot en met groep 8, die dan allemaal verkleed naar school komt natuurlijk. Ja. En dan de polonaise lopen natuurlijk. Ja, dat is morgens meestal. Dat is morgens, oké. Okay. En uiteindelijk is het geloof ik allemaal in de grote aula, of in de grote zaal, wordt dan allemaal optredens gedaan, begrijp ik, of niet? Ja. Ja, dus vorig jaar was dat al zo? Ja. Nou, wellicht is het dit jaar weer zo. Goed, dan de kerk. Die komt daarna, ceremoniemeester Kira. Ja. Kunnen jullie goed stilzitten? Denk het wel, maar het wordt wel moeilijk, denk ik. Goed, ja, carnaval mag heel veel bewegen, behalve in de kerk, hè? Goed, dan gaan we naar iets nieuws toe. Tenminste, voor vrijdagavond dan. En prinses Lois, wat houdt dat precies in? Het is in ons café. En ik begrijp dat er een soort van carnavalsavond is voor de jeugd tot en met 15 of 16 jaar. En daar kan je, daar gewoon met muziek en dan kan je dansen en met vriendinnen en vriendinnen carnaval, zeg maar, starten in de avond. In de avond, in de grote kroeg, in de grote mensenkroeg. Ja. Dus dat is wel heel spannend, maar dat is wel heel erg leuk worden, denk ik zo. Goed, nou dan begint het carnaval echt. Of tenminste, dan is het zaterdag. Heel veel mensen denken dat het bij de opening begint, alleen er is iets meer vooraf. Heel veel mensen weten het niet, maar wat is er vooraf? Het is een besloten feestje, want anders denk je, mama Judith een beetje dezelfde volk krijgt. Maar voor de optocht, voor de opening, is er hier nog een ontbijt. En wat houdt dat precies in? Ik heb allemaal mensen uitgenodigd om hier te komen eten in de ochtend. Op de zaterdagochtend met z'n allen. En ja, dat doen we dan met z'n allen om zelf ontbijten. Ja, en met z'n allen daar zijn dan jullie drie, de Raad van Elf, jullie Raad van Elf. De grote Raad van Elf met Prins Wilhelm komt dan en adjudant Maria. En de knusjes geloof ik, hè? Ja, volgens mij ook. Ja, dus de sfeer die zal dan vanaf 's morgens goed inzitten. Eerst een goede bodem leggen en dan flink feesten.
Goed, als je dan hinken na, na het ontbijt hier, gaan we in een soort van optocht richting de S, hè, naar de, waar de opening echt plaats gaat vinden. Ja. Weet je al wat voor vervoersmiddel jullie hebben? Limousine volgens mij. Een limousine? Nee, een cabrio. Een cabrio? Oeh. Nee, dat wouden wij dus. Jullie hebben ook een ijzerpakket, jullie willen een cabrio. Als het niet koud is. Nou, goed zo. We wachten gewoon af. Als je zegt, kom kijken allemaal, dan zien we het vanzelf. Dan de grote opening. Carnaval is dan officieel nog niet begonnen. Je moet een sleutel dienen, tenminste jullie drie. Wat houdt de opdracht in? Wat is jullie opdracht? We moeten 12 dieren bij elkaar hebben. Ja, gewoon om kinderen in, of grote mensen gewoon in dieren pakken. Ja. En dat we die dan met opening op een podium moeten krijgen om ongeveer 12 dieren op 11 of 12 op een podium. Verkleden kinderen of zo. En als het goed lukt, dan krijg je de sleutel en is carnaval of zo. En dan nog twee andere opdrachten. Je moet 49 vlaggen maken. 49 vlaggen of 49? 12 vlaggen volgens mij. 12 vlaggen. En 49 meter optocht of polonaise? Ja, polonaise. Ja. Met een meter weg. Met een wegversmalling. Ja. Nou, dat is ook een onderdeel van de grote prins, zijn opdracht. Dus dat is een mooie combinatie en dat zal helemaal goed komen. Even kijken, dan is als het goed is, want anders houdt het interview nou op, hè, want je moet wel een sleutel krijgen, want anders is het geen carnaval. Dus doe je best, zou ik zeggen. Dan gaan we naar de optocht. Nou, de optocht hebben jullie wellicht al heel vaak zelf meegelopen. Ja. Alleen nu mogen jullie denken op de grote kar, of niet? Ja. Ja. Mogen we op de grote kar. Nee. Zo, dat is stoer. Ja. Super hoog. Marsje gooien natuurlijk, of? Confetti. Confetti gooien, ook leuk. Gezellig. Maar vinden jullie dat spannend, of? Nee. Oh nee, dat is gewoon. Nu nog niet, nee. Nu nog niet. Nou, het is best hoog. En ik sta vrij laag aan de grond, ik ben vrij klein, maar het is toch best hoog hoor. Dus ik wil jullie niet te veel spanning brengen, maar het is echt super gaaf in ieder geval. Nou, optocht, automatische prijsuitreiking. Ja, wie er gaat winnen, jullie in ieder geval niet, jullie doen niet mee. Maar daarna, dat begint iets heel erg leuk, denk ik. Tenminste, de eerste avond van de kinderdisco. Ja. De kusjeskring. Ja. Alles erop en eraan. Ja. Laatste jaar knallen met die ballen. Hoe zeg je dat? Eén grote beestenboel wordt het. Ja. Goed zo. Dan krijgen we de zondag. Er is volgens jullie niet veel speciaals te doen, behalve dan de kinderdisco. Maar wat gaan jullie die dag doen? Dan ga ik een algemene vraag aan Lois. Prinses Lois, sorry. Naar de grote otter kijken, denk ik, of niet? Ja. Dat sowieso. En ja, denk ik. Alle drie. En dan ga je niet verkleed en is gewoon carnaval voor jullie en dan. Ja, gewoon carnaval. Gewoon veel plezier maken. Zonder dingen dat we moeten doen. Ja, nou dat. Zonder verplichtingen. Zonder verplichtingen, maar wel echt carnaval voor jullie natuurlijk. Ja. Want jullie missen kunnen we niet met carnaval. Dan is er maandag alweer. Dan is het alweer bijna de ene laatste dag van carnaval. Het gaat super vlug. Dan is er. Voor de ouderen het een en ander te doen, hè? Maar jullie zijn de kinderen. Dan is er een soort van kindermiddag, een spelletjesmiddag. Ja. Weet jullie wat het inhoudt? Kun je dat uitleggen of is dat? Dat kan denk ik wel. Ja, dan staan er allemaal spelletjes en opdrachten die je kunt doen. En dan kun je dan gewoon gratis, kun je dan allemaal spelletjes gaan doen. En dat is voor alle kinderen op de basisschool geloof ik. Ja, oké. Dus tot 12 jaar is iedereen hartelijk welkom en dan nou, helemaal goed, helemaal gezellig. Nou, we moeten ook nog een keer op bezoek bij oudere mensen en bij pasgeboren baby's. Sorry, dat klopt. Dan gaan we even terug naar vrijdag. Ja. Vrijdagmiddag voor mij ga je ook bij sommige mensen op ziekenbezoek, zeg maar. Ja. Ja. En dan kunnen oma's zijn, opa's. Ja. Die niet carnaval kunnen vieren. Die niet carnaval kunnen vieren. Nou, dat is heel attent voor jullie, want ook aan die mensen moet gedacht worden. Ja. Dus dat is heel goed gedaan. Nou, dan gaan we even twee stappen verder richting de maandag, want daar waren we gebleven. Dan hebben we een kinderdisco alweer. Maar wat is er speciaal aan die kinderdisco? Die duurt langer voor kinderen vanaf groep 7. Ja. 6. En die duurt dan tot 12 uur. Tot 12 uur. Dus dat is eigenlijk een disco vanaf maandagavond 7 uur tot en met eigenlijk dinsdag, net dinsdagavond. Ja, dinsdagnacht zeg maar. Zo kun je, dat is super lang, dat is super cool. Ja. Tot andere kinderen tot 8:30, volgens mij toch? Ja, volgens mij ook. Zo, dus echt eigenlijk een grote mensentijd zeg maar. Ja. Nou, dat is. Ja, super gaaf voor jullie natuurlijk. En dan mogen alle volwassenen ook niet naar binnen. Ook niet naar binnen? Nee. Oei. Dat is een, nou ik zal het tegen ze zeggen. Tenminste, dat horen ze nou ook via de camera natuurlijk. Ja. Goed, dan de allerlaatste dag.
Joh, jammer hè? Ja. Nou, vooruit. Maar toch is het een hele leuke dag voor jullie. Dan is er als eerste volgens mij het kindermatinee. Ja. Lois, je hebt hem ooit gewonnen, voor maar dat ik weet. 2009. En ga je dit jaar weer winnen? Ik moet jureren. Oh, dus je moet jureren, dus je doet niet mee. En jullie moeten met z'n drieën jureren? Nee, je moet presenteren. Presenteren en twee juryleden. Dus als ze willen winnen, kunnen ze bij jullie zijn om, om te kopen, zeg maar. Of mag dat niet? Nee. Nou, vooruit, dat weten ze ook meteen. Goed, dan hebben we alweer een disco. Het enige wat ik hierbij heb staan is de allerlaatste disco. Dus dat wordt extra knallen. Ja. Daarna is het de disco stop. Dan komen de knoesjes volgens mij ook erbij. En dan is het de kikkerverbranding. Ja. Het betekent het einde van carnaval. Voor jullie. Echt jammer. Maar aan de andere kant is er wel iets heel cools natuurlijk. Dat de kikker in de fik mag steken. Mm-hmm. En hoe gaan jullie die carnaval beleven? Of tenminste die kikkerverbranding. Hoe ga je het einde van carnaval beleven, denken jullie? Gewoon met z'n allen en dan allemaal gewoon gezellig nog doen voordat de carnaval is afgelopen. Ja, maar ga je ook een traantje laten, een beetje huilen of ga je juist een extra knallend einde eraan maken en... Knallend einde. Nou goed zo. Genieten. Goed, ja, dan is het dinsdag geweest, mensen, is het helaas afgelopen. Ik stel voor dat we het interview daarmee afsluiten, maar ik wil wel jullie met z'n drieën keihard, maar ook echt keihard, jullie slogan in koor zeggen. Dus zeggen 3, 2, 1. Niet mekkeren, niet mouwen, we gaan een feestje bouwen. Hoppakee, tot carnaval. Nee.